Dus voor deze club, dat is een nieuw fenomeen. Dat is de voorronde Champions League. En dan vliegt die bal er via Boularus in. En kan Feyenoord in ieder geval alle aspiraties richting deelname in de prullenbak gooien. Het is me niet tegengevallen, maar het is me ook niet meegevallen, eerlijk gezegd. Utrecht wint van Feyenoord. Er is ook geen overleg meer. En dat, dat als je echt een grote club wil zijn en je wil meedoen om de prijzen, dan moet dat er absoluut uit. Manu worstelt zich er langs. Manu, oh Manu! Wat een wonderbaarlijke ontsnapping! Voor mij als coach zijnde, wanneer het 1 september is, en dan begint volgens mij pas het echte werk. Feyenoord verliest in eigen huis van Willem II. Is de straptechniek. Ja, daar krijg je grijze haren van, Fred. En als dit zo doorgaat, zal de druk en de kritiek op de leiding wel weer toenemen. Ik kan natuurlijk, iedere week zeg ik dat nog, dat de ommekeer wel gaat komen. Wat gaat deze avond ons brengen? Na die spectaculaire 2-0 toch wel in de bekerwedstrijd? Ah, dat is hij hoor! 0-3! Ik zou wel gek zijn als ik het hele spulletje weer omver ga gooien. Feyenoord lijkt de weg omhoog nadrukkelijk te hebben ingezet. Wij zijn op de goede weg. Dit team is, is zich aan het ontwikkelen. Dat kan je gewoon heel goed zien. Niets is onmogelijk. 15 punten in 5 wedstrijden. Dat is uitstekend voor de ploeg van Fred Rutte. Als wij de komende maanden, de komende 7, 8 maanden dit door kunnen trekken, dan kan er misschien wat heel wat moois ontstaan. Ja. En El Amari 2-0! 2-0! Feyenoord verslaat Sevilla. Feyenoord is al geplaatst met nog 1 wedstrijd in Luik te gaan. Zo hard geknopt, 2 keer op voorsprong en uiteindelijk nog gelijk komen in de extra tijd. En dan toch niet vol kunnen houden. Natuurlijk leven we nog, maar dan gaan we toch voor de 2e plek. Ja, we hebben een iets andere visie ten aanzien van hoe Feyenoord de komende jaren het gevecht aan laten gaan met de absolute top. Feyenoord gaat die 3e plaats straks wegglippen. Voorlopig staan we nog 4 punten staan we voor. We hebben alles in eigen hand. 1-4 en de punten gaan naar Arnhem. Ik heb gezegd altijd vanaf een aantal weken terug al, wij gaan die 3e plek pakken. Maar we maken het onszelf wel heel erg moeilijk. Zwolle wint met overtuigende cijfers. Rutte snelt richting de kleedkamer, die is hier links. Dan moet je weer nadenken en dat ga ik doen. Samen met de directeur. Ja, want die ga je bellen, Martin van Geel. En dan moeten jullie samen tot de conclusie komen of het nog wel zin heeft dat je blijft, bedoel je? Nee, verder ga ik daar niet op in. En dan wil ik het ook bij laten als je het niet erg vindt. Ja? Dat mag. Maar mag ik nog wel even wat vragen over de wedstrijd misschien? Fred?